De Nederlandse overheid schakelt over op zaakgericht werken. De overheid is een echt informatieverwerkend bedrijf, waarin heel veel gegevens over burgers en bedrijven circuleren. Opvallend is dat de Rijksoverheid, de provincie en gemeenten voor hun dienstverlening vaak gebruik maken van dezelfde informatie. Voor alle overheidslagen geldt dat ze efficiënt moeten zijn, dus zo goed en goedkoop mogelijk werken. Om dat te kunnen doen, moet je informatie kunnen delen en samen kunnen werken aan eenzelfde vraag. De overheid heeft de wettelijke verplichting om burgers en bedrijven te laten zien wat ze aan het doen is. Niet alleen op het moment dat ze met iets bezig is, maar ook als iets al een tijdje geleden is. Bij het kopen van een nieuw huis wil een burger bijvoorbeeld weten of er voor het schuurtje wel een bouwvergunning is verleend. Daarnaast wisselt de overheid ook steeds meer informatie uit met andere partijen, zoals zorginstellingen en woningbouwcorporaties. Gemeenten krijgen een steeds belangrijkere rol in het contact met burgers en bedrijven. Zij staan dichtbij en zijn makkelijk vindbaar. Gemeenten zijn steeds meer de poort naar de hele overheid en geven dus niet alleen informatie over hun eigen werk, maar ook over dat van de provincie en het Rijk. In het verleden was het zo dat je als burger of bedrijf verschillende loketten langs moest voor één vraag. Nu werken gemeenten zoveel mogelijk met één contactpunt, een front office. Om dat mogelijk te maken is het nodig dat de vakafdelingen, de back-office, aan de front-office laten zien wat ze aan het doen zijn. Als een bewoner een vraag stelt, kan hij dat via verschillende wegen doen. Telefoon, website en social media, post en aan de balie. Dat mag geen verschil maken voor de manier waarop de vraag wordt afgehandeld en het moet altijd duidelijk zijn wat de voortgang is. Dat klinkt als een ingewikkelde opdracht, maar dat hoeft het niet te zijn. Als je goed naar het werk kijkt, zie je dat er veel overeenkomsten zijn in het proces, ook al gaat het inhoudelijk om verschillende onderwerpen. De stappen die genomen worden zijn namelijk generiek. Steeds zie je ontvangen, vastleggen, accepteren, in behandeling nemen, beschikken besluiten, goedkeuren van het besluit, afhandelen en opbergen archiveren. Het mooie van zaakgericht werken is dat al deze stappen in één zaak in één systeem ingericht worden en dat iedereen samenwerkt op één plek. Burgers en bedrijven willen meestal informatie hebben over de statusmomenten, ontvangen en goedgekeurd. Als die zijn vastgelegd, kan de front office eenvoudig antwoord geven op vragen en dat scheelt de vakafdelingen tijd. Omdat het standaard stappen zijn, kunnen we vrijwel alle processen en vragen in zo'n zaaksysteem kwijt. Het zorgt ervoor dat alle betrokkenen de afhandeling kunnen volgen.